En dan Koen. Met een 1-2'tje. Kijk eens. Ja, hij is natuurlijk de OC Tutu van de creators. Yo mensen, Groen van DNP.nl met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met echt iets fantastisch leuks. Dit is echt heel erg leuk. Ik weet zeker dat jullie ook wel denken aan deze video van jezus, dit was echt leuk. Zul je afvragen, Koen, je hebt een wit shirt aan. Wat een pauper shirt. Normaal draag je altijd fantastisch dure merken. Dan ben je goed gestyled. En nu heb je een wit shirt aan. Zeg, ja, dat klopt. Want vandaag is de warmste dag in Nederland ooit. Het is nu nog steeds 37 mokergraden. What the fuck? Waar slaat dit op? Wat een bullshit. 37 graden om 7:30 s'avonds. Waar gaat dit over? In ieder geval, doe eens een duimpje op deze video. Dit wordt echt een leuke video. En abonneer op mijn kanaal. Ik wil vandaag 500 abonnees erbij. Klaar. Boom. Boom. Ben je niet geabonneerd? Doe het hier beneden. Druk op dat abonneerknopje. Druk erop. 500 abonnees erbij op één dag. Gaat dat lukken, mensen? Ik hoop het. Abonneer en druk op dat belletje als je het niet gedaan hebt. Druk op dat belletje. Dan blijf je op de hoogte en ik weer een nieuwe video upload. Dat wil je. Dan krijg je een melding zo ping. Ik moet een nieuwe video gooien met zo ping. Het is te warm om dit soort dingen te doen. Het is echt te warm. In ieder geval, ik heb afgelopen zondag heb ik gevoetbald in de Kuip. Dus voor de mensen die het niet weten, de Kuip is het stadion van Feyenoord. En waarom? Ik speelde met Creators FC tegen oud Feyenoord op de open dag van Feyenoord. Dus er zaten volgens mij 30.000 mensen of zo te kijken. Want die waren klaar om die helikopter naar beneden te zien komen. Dus boom, helikopter neer op de grond. Ah, helikopter. En ik zo, ik ben Koen. Ik ga voetballen net voordat de helikopter komt. Ik kan er niet voetballen. Maar we speelden met Creators. Er staat een linkje in de beschrijving naar het kanaal van de Creators. En daar staat de samenvatting ook op. Ik ga hier kijken, ook naar de wedstrijd. In ieder geval vond ik het echt fucking top. Ik wil een shout doen naar Fox Sports, dat ik tegen beelden mocht gebruiken. En een shout naar Creators FC. De samenvatting zal een linkje in de beschrijving zijn. Ja, wat jullie nu zien is een beetje de warming-up die we aan het spelen waren. Fantastisch, fantastisch. Ook een lekkere aanname van mij. Oh. Ietsje mindere aanname. Helaas. In ieder geval, na de epische warming-up waren we klaar en gingen we spelen. Dus je hoort dus Glenn Holder ons flink aan het oppeppen van wat we wel niet moesten doen. Erg goed. Weet je, die wat ouder zijn, zeg maar. Volgens mij staat Benny ook bij. Nou, is een goede voetballer. Hij is wat ouder. Je kan zomaar hem horen, want Glenn Holder, Raoul, ik en Bas hadden een zender gekregen van Fox Sports. En toen konden ze dus ons aanzetten tijdens de uitzending. En dan werden wij dus, terwijl we aan het praten waren, kwamen in de live uitzending. Dus dat was zaak van niet te veel schelden, want dan kom je in de live uitzending. Nogal lastig voor mij. In ieder geval, toen begonnen we. Kijk even in de Kuip. Sta je gewoon in de Kuip te voetballen. Ja, ik moet zeggen. Kijk, voor veel van jullie zou het zijn van, ik ben voor Ajax of PSV, dus het boet en gereed. Of voor VVV Venlo. Nee, ik kan me niet voorstellen voor VVV Venlo ben. Maar stel je voor een andere club. Dan denk je misschien van, lachen, weet je wel. Maar het is echt wel vet hoor. En voor ook echt mensen die aan het kijken zijn. Niet echt aan het opletten, maar wel aan het kijken. Maar ze waren wel aan het kijken, dus dat daar gaat om. Toch wel een jongensdroom die uitkomt. Misschien niet helemaal op de manier dat ik gehoopt had. Maar met zo weinig talent toch wel de maximaal haalbare manier, denk ik zo. Dat was wel mooi, want het ding was dus, zij zijn dus, sommige van hun waren echt wel oud. Maar zij tikken toch wel vrij goed, moet ik zeggen. Daar hadden we ons een beetje op verkeken. Nou, eigenlijk niet. We wisten eigenlijk wel dat we er volledig af zouden gaan. Maar is dat zo? Dat zie je later. Eerste bal, lekker van Raoul. Goed gekopt, jongen. Ik ben ongelooflijk trots op jou. Wereld. Raoul, goed gedaan. Trots op jou, jongen. Maar sommige van hun waren echt serieus aan het spelen. Er kwam JJ Bosker trouwens ingekleden. Moet je even zien, even in herhaling. Bruh. Ik vind het wel, aan de ene kant, ik geniet er wel van. Hij gaat er echt vol voor en hij maakt echt gekke slidings. Aan de andere kant, ja, voor mij speelt het echt bijna nieuw met schemerschermen. Ja, moet je dan zo'n sliding inzetten in de 43e seconde? Ik weet het niet. Je was een eerste echte aanval in de eerste minuut dan. En ze waren wel goed, maar ja, kijk. Je kan natuurlijk wel goed zijn, maar volgens mij kom ik hier eraan. Hier een goede bal tussendoor. Er zit JJ goed tussen. En wie is er dan? Ja, Koen. Hoppakee, met een balletje. Hij raakt hem kwijt. Gewoon nog een keer, huppa. Nee, maar hier had ik hem dus gewoon. En nog een keer. En toen een 1-2'tje met Vincent. En ik geef hem door op Bas. En Bas die... Maar in ieder geval, even eerlijk. Mijn eerste actie. Prima. Prima. Helemaal niks mis mee. Bas lekker aan het aanwijzen. Mooi man. Prachtig. Vind ik echt mooi. Het team van de creators heeft op YouTube meer abonnees dan alle eredivisieclubs bij elkaar. Nou, dat zegt nogal iets. Of dat helemaal waar is, weet ik ook niet. Hier Mattie. Goed rennen. Een beetje uitgekapt wel. Klein beetje uitgekapt. Kan gebeuren, man. Kan gebeuren. Hier volledig uitgespeeld. Maar je ziet mij staan, ik ben aan het loeren. Schotje. Kansloos. Goed naast gekeken. 2 minuten gespeeld. Ik was absoluut kapot. Ik was helemaal gesloopt na 2 minuten spelen. Ik zweer het je, het is altijd... Als je dan zo'n wedstrijd speelt... Ik vond het best wel spannend even, maar eenmaal als die bal aftrapt werd, vond ik het niet zo spannend meer. Maar ik ben altijd na 2 minuten ben ik helemaal kapot. En dan, daarna gaat het weer. Maar de eerste 2 minuten, dan, dat is echt killing voor mij ofzo. Ik keek naar 2 minuten en ik keek op die klok. Ik dacht 2 minuten, ik dacht 2 minuten. Jezus Christus, we spelen 2 keer 10 minuten. Ik ga dood, dacht ik. Ik dacht ik dood ging. Ik zei trouwens even dat ik stond op de positie van OC Tutu. Ja, ik stond op de positie van OC Tutu. Hoe vet is dat? FC, dat is toch werelds fantastisch. Ik vond het echt geweldig om op de positie van OC Tutu. Nu zie ik ook, zeg maar, ik had ook wat vragen gesteld van, yo OC, wat doe je nou altijd? Als je daar staat, zegt hij ja, verdedigen. Zeg ik, oké, thanks man voor de tips en zo, weet je wel. Thank you bro, love you back. Als ik dan een voorwedstrijd kijk, dan let ik ook perfect op de rechtsback om te kijken wat hij precies doet. Want rechtsback is natuurlijk positie van de sterspeler. Dat weten we natuurlijk allemaal, dat weten we allemaal. Maar oké, laten we gewoon doorgaan. Hier was weer een goede actie. Mattie had de bal, die speelde wel hard aan, maar ik neem hem goed aan. Ik geef hem door op Mattie.
uitstekend gespeeld. Goed gevoetbald, zeg. Jezus, ik ben geil. Dit is echt fantastisch gedaan. Kijk, Matty rennen. Kijk hem rennen. Kijk hem rennen. Dit is ook mooi. Matty gaat op de bal af en je hoort mij roepen. Na de wedstrijd zei hij, ik zei van ja, we waren een klein stukje aan het kijken. Kwam dit erin, zei ik van, die had je toch makkelijker kunnen hebben. Nee. Ik moest hem net strekken. Nou, als ik het nu terugkijk, dan moet ik gewoon zijn bek houden. Tot nu toe heeft één iemand van de bank zitten, want Rob was er niet. Dus alleen Matt, Roel en ik nog geen één fout gemaakt. Dat ben toch wel ik. Dan moet ik zeggen, die fout gaat nog wel komen. Daar hoeven jullie geen zorgen om te maken. Matty, lekker man. Trots op jou, goed hakje jongen. Hier kreeg ze de allereerste kans. Hij schiet! Maar een goede redding van Noah. Noah, uitstekende redding, goed gekeept. Hier werd ze weer diep gestuurd. JJ, weer met een zieke slider. Echt fantastisch hoor. Hier dachten we van, oké, we gaan allemaal even in een muurtje staan. Dachten we van, weet je wel, dat is nice, gaan we allemaal in een muurtje. En toen zonder dat we wisten, was ineens van clang bang. Hij komt op de paal en ineens... Ongelooflijk. 1-8. Ik denk als JJ 20 centimeter langer was, had hij misschien nog gehad. Maar nu helaas niet. Ali Boussabon, mijn man, scoorde de 1-0. Hij stond links buiten, ik was natuurlijk rechtsback. Maar ik moet zeggen, ik stond in de muur bij deze bal. Dus ja, ik kon er niet zo heel veel aan doen, want ik was er niet. Maar niet wel dat het persoonlijk wel jammer is dat je direct tegen staat en scoort. Okay, zoals je ziet, ik stond daar. Kleine buk, want ik was even bang dat de bal op mijn hoofd zou komen waarschijnlijk. Is op zich niet heel goed in een muurtje als je gaat bukken. In de 5e minuut kwamen ze weer door. Ja, ik moet zeggen, ze waren wel een stukje beter dan wij waren, maar dat is op zich niet raar of zo. Hier een balletje door, langs Raoul of Siel Zwert. Maar daar, rots in de branding, hop, bam, weg die bal. Zonder twijfel, geen enkele twijfel, bam, boom! Hier naast een kutbal, dat was jammer. Het veld was ook kleiner, omdat er een enorm podium stond bij het ene doel. Dus daarom was soms zeg maar het ene doel op de 16 meter en het andere doel gewoon waar het doel staat. Maar daar had ik persoonlijk wat moeite mee. Ik vind het fijner om gewoon lekker te kunnen galopperen over het hele veld met mijn fantastische conditie. Dus ik vond het jammer dat daar geen rekening mee gehouden werd. Maar op zich, ja, dat maakt op zich ook hier niet heel veel uit. Hier moet ik zeggen, hier stond ik nog niet heel goed dekken. Maar eigenlijk was dat Matties man, hè. Linksback. Matt, waar ben je? Goed verdedigd. Lekker die voorzet eruit halen. Daar ben ik voor. Om lekker die voorzet eruit te halen. Dat is echt goed. Een beetje schijnverdedigd is dat. Maar hier uiteindelijk, Noah pakt de bal, is prima, uitstekend, prima, geen enkel probleem. Ik moet zeggen, dit had ik beter kunnen doen. Dit was niet heel lekker. Hier hadden we voor het eerst gewoon een decent aanval en dat ging het lekker. En toen een balletje, ja die... Klote zo. Bal had nog een goede move erachteraan. Maar toen kregen we dus een counter tegen, dat was wat minder. We werden echt, jongen, echt, als ze eenmaal beginnen met tikken, dan ben je gewoon echt klaar. Steven komt die bal wel lekker weg en Matty aan de bal, die geeft een beetje blinde bal, maar is niet erg op zich. Hier trouwens kwam Slory op mij af. Want Slory na een tijdje, die was op linksbuiten gaan spelen. Dat vond ik dus helemaal niet fijn. Want Boussabon doet al zo'n techniek. Slory is gewoon snel. Hier kreeg trouwens een vrije trap tegen. Echt bullshit. Echt fucking bullshit. Ik was niet de enige die dat vond trouwens. Glenn Helder was niet blij, jongen. Ik vind het mooi hoe Glenn Helder zo fanatiek is. Want voor ons was het allemaal natuurlijk, voor iedereen die er was, van de rest. Want Glenn Helder is onze enige ex-profvoetballer die we ons team hebben. Was het gewoon een hele ervaring, weet je wel. En Glenn Helder die wilde gewoon alles op alles gewoon winnen. Hij wilde gewoon winnen die pot. Maar ja, toen kwam deze vrije trap. Ja. Persoonlijk vind ik het een matige bal. Noah, waarom heb je die bal niet? Ongelooflijk. Dan zie je hier mij nog wel op de achtergrond. Ja. Je ziet mij nog even langslopen van ja, kutzooi. Noah die lacht. Ja, zo raar. En klapt ook nog. Hallo? Voor wie speel je nou, Noah? Wat is dit voor onzin? Voor wie ben je nou aan het spelen, jongen? Dat is voor raar iets. Oh, die vrije trap is ziek, jongen. Echt bizar. En dan moet je het beseffen dat Den Helder was gefrustreerd. En 2 seconden later zet hij zijn speel in. En geef ik deze bal. Ik paas hem gewoon recht over de zijde. Ik paas hem gewoon helemaal over de zijde. Je hoort er al hoe ook zeggen. Jezus. Oh. Een kleine herhaling. Oh mijn god, ik speel die bal gewoon volledig over de zijde. Het is zo triest. Ik moet zeggen, op Fox was het gewoon niet zo goed in beeld. Want daar werd nog ingezoomd op Glenn Helder. Dus dan zag je niet dat ik die bal zo ongelooflijk zaad gaf. Dus de mensen op tv hebben het gelukkig niet gezien. Maar de mensen in het stadion en de mensen nu die kijken, die zien wel mijn paas. Het is echt zo'n inhaling. Oh mijn god, wat dacht ik? Wat dacht ik ook? Het is echt zo slecht. Het is zo ongelooflijk triest. Oh. Ongelooflijk wat slecht. Kijk eens hoe vol het zat, mensen. Wat? Dit is toch niet normaal? Kijk even hoe vol het zat. En daar moesten wij voor voetballen. En ik had trouwens een paas over 4 meter. Gewoon 2 meter te veel naar rechts, omdat het slecht was. Ongelooflijk, wat een aapelul ben ik. Toen gingen we weer spelen. De tweede helft begon. En we hadden een donderspies gekregen van Glenn Helder. Wat we altijd krijgen. Want de eerste helft speelde eigenlijk altijd kut. En de tweede helft speelde eigenlijk altijd wel beter. En nu was de hoop natuurlijk dat het deze wedstrijd ook het geval was. Ja, het is natuurlijk altijd de vraag of dat gaat gebeuren. Want het is wel fijn waar je tegen speelt. Inderdaad, zijn we niet heel slecht. Bas natuurlijk toch wel een beetje uitgeremd, maar is op zich niet erg. En ze begonnen toch wel vrij snel. En het is wel gênant dat ongeveer. Toen kwam Peter Houtman in. En Peter Houtman, ik vind hem echt een held. Maar ja, hij is wel 100 of zo. Dus ja, dan is het wel een beetje lullig als je daarvan verliest. En zeker als ze in de sport. Dat is wel, ja. Maar in ieder geval, ik stond hier klaar. Hè. Zie je me rennen tegen Ali Boussabon. Hij kon er niet langs, hè? Hij kon er niet langs. Nee. Maar ik ben ook een soort gazelle, een soort luipaard, een soort jaguar in het veld. Hier wordt er toch wel doorheen gespeeld, ja, en dan is het een goal. En hij liep wel door het midden, maar dat is wel eigenlijk mijn man. Maar ja, hij moet gewoon overgenomen worden.
Mijn man heeft dus een hat-trick gescoord, maar ja, ik vond dus niet echt dat ik er veel aan kon doen. Maar het was wel mijn man die een hat-trick scoort. Ja, ik was ook niet in de buurt, nee, dat is niet mijn fout. Misschien een beetje. Hier een mooie actie waar Bas nog even in de luren wordt gelegd. Maar vanaf hier begonnen we wel eindelijk te voetballen. Hij gaf echt een kutbal op Bosgaard, maar dat deed waarschijnlijk expres, want hij dacht, die zijn echt heel slecht. Kwam Dylan Hagens met een goed balletje op Glenn Helder. Dylan Hagens rent door, krijgt de bal mee. Geen buitenspel. Ga langs de keeper, jongen! Oh, hij ziet daar de keeper aan. Ongelooflijk, zie mij rennen, hè? Ja. Ik stond hier tegenover drie man, ja, dat is gewoon lullig. Persoonlijk gewoon lullig, dat vind ik. Ik stond er dus tegenover Peter Houtman nu op, die stond voor mij een beetje links buiten samen met Boesemann. En Peter Houtman, ja, ik denk dus dat de enige is die ik er misschien nog wel uit kan rennen. Maar zelfs daar twijfel ik over, want ik ben toch een partijtje ongelooflijk traag, dat is echt niet normaal. Den Helder komt hier ook langs. Den Helder! Aha! Ook een kans. Grote kans nummer 2. Jezus. Peter Houtman stond helemaal vrij, maar ik kwam aangelopen. Jawel. Ik kwam aangespringen. Ja, zeker. Ik was er op tijd. Nou, ik was niet helemaal hard, maar bijna op tijd. Hier, balletje op Bas. Dit was echt goed. Dit was totaal niet ingestudeerd. Oh, en een vrije trap. Goed zeg. Vrijheid over Bas, niet zo laag allebei. Ik kwam er nog even bij staan hier. Maar ik zei van Bas, zal ik hem nemen? Ik zei nee. Ik zag hoe gespannen hij was. Eigenlijk heb ik hem afgeleid. Sorry Bas. Want dit was wel echt een kutbal. Ja, hij zei ook, vervolgens zei hij van je luister. Ik ga hem in die verre hoek schieten. En of ik schiet die bal er keihard in of ik schiet hem in de tweede ring. Dat had ik moeten doen. Maar hij zei van ja, ik ga twijfelen. Ik ging twijfelen, bla bla. En toen wilde hij toch zo schieten. Ja, jammer. Dit was je moment Bas. Dit was jouw moment. Je hoort mij roepen ook naar YouTube. Want YouTube is nummer 12. Maar hij stond hier links buiten of zo, of links middenveld. Je komt nog een balletje door aan de linkerkant. En ik spring, maar ik zie er toch wel flink naast, moet ik zeggen. Wat ook wel beter was, anders had ik waarschijnlijk hands gemaakt. Dus het ging wel goed dat hij niet naar mij toe ging, die bal. Dankjewel daarvoor dat die bal niet naar mij toe ging. Ik heb tot op dit moment geen bal aangeraakt in de tweede helft. In 5 minuten gespeeld, geen bal aangeraakt. Je hoort Raoul ook zeggen, echt mooi. Als je goed luistert. Glenn gaat erin. En Glenn ging er dus ook weer in. En toen speelden we dus op dit moment met 12 man. En niemand had het door. Ik moet trouwens zeggen, het was deze dag 22 graden. Maar ik weet niet wat ze doen in die kuip, maar volgens mij stond de vloerverwarming aan, want het voelde echt als 45. Kun je nagaan als je met die 35 graden moet voetballen, word je helemaal gek. Goeie redding trouwens van Noah dit. Uitstekend gedaan. En de scheidsrechter blaast af. Het was klaar en toen hadden we dus verloren met 3-0 van Oud Feyenoord. Op zich wel gelachen. Ik vond het super tof om te doen. Helaas kan ik niet zo goed voetballen, maar op zich, voor mijn doen ging het nog helemaal niet zo heel slecht. In ieder geval mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Wil zeggen een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, dat kan hier, via het rondje. Wil je meer van zien, kan, klik hier. Klik hier. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Zeg, like je wel in de volgende keer. En zeg doei!